Hey, mijn naam is Frederik Abman en ik ben de oprichter en Chief Botanical Officer van Lowlander. Bij Lowlander brouwen wij bieren met botanicals. Sinds 2016 maken wij gebruik van kruiden, specerijen en fruit om smaak en karakter te geven aan onze bieren. Geïnspireerd door hoe distillateurs botanicals gebruiken om smaak te geven aan gin en jenever, gebruiken wij dezezelfde ingrediënten in de bereiding van onze bieren. Van Curaçao sinaasappelschil in onze white ale, koriander in onze IPA of zoethoutwortel in onze porter. De mogelijkheden met brouwen met botanicals zijn eindeloos. Zo keek ik op een gegeven moment naar al die echte kerstbomen. Wist je dat wij als Lowlanders ieder jaar ruim 2,5 miljoen kerstbomen kopen? En nadat de kerstboom gekocht is, begint de liefdeverhouding met deze boom. We tuigen hem op, versieren hem tot in de detail, geven hem de beste plek in het huis, zetten er allerlei cadeaus onder en delen mooie momenten samen met familie en vrienden met de boom. Maar dan, na een intens liefdevolle periode, wordt de boom vervolgens behandeld als afval. Letterlijk, de bomen worden op straat gepleurd. En dit is nou precies waar we iets aan gaan doen. Ontdekken en experimenteren met botanicals en bier zit in ons DNA. Dus dit jaar gaan we dit zogenaamde afval ophalen en er iets heel moois van maken. Van alle opgehaalde bomen plukken en conserveren we de naalden en brouwen hiermee onze winter IPA van 2019. Maar we gaan verder. Om te zorgen dat alles verwerkt wordt, maken we er ook een limited edition sparkling botanical brut van. Die jij als eerste kunt kopen in deze campagne. De rest van de boom gebruiken wij voor een bijzondere editie van onze pop-up diners. Waarbij we een heel menu van tree to table gaan serveren. Om al deze fantastische ideeën te realiseren en helemaal niks van de boom te verspillen, hebben jullie hulp nodig. Daarom wil ik jullie vragen om deze campagne te ondersteunen. Doen jullie mee?